Welkom bij de 137e aflevering van Literatuur Late Night. Stevast op deze locatie. U kunt, als u iets gemist heeft tijdens dit evenement, kunt u het later terugzien op een YouTube-kanaal. En dat zeg ik niet zomaar, want ik heb meestal een dode kant die ik niet helemaal bereik. Dat heeft niets te maken met een aandoening, maar meer met dat ik het wel eens vergeet. Dus bijvoorbeeld naar u te kijken. Ik wil als eerste, want we gaan de vaart erin zetten, omdat we niet willen beknibbelen op de gesprekken met de twee schrijvers die vandaag bij ons komen. Ik wil als eerste uitnodigen aan tafel Alex Bogers. Alsjeblieft. Ja, ik moet bekennen, we zijn Alex Bogers en ik zijn op je en jij niveau. Dus we kennen elkaar wat langer dan vandaag. Dus dat, als u het niet erg vindt, want het schept natuurlijk een beetje de sensatie dat je toekijkt hoe mensen in de huiskamer met elkaar praten, gaan we het toch gewoon doen. Alex, er is heel veel om je mee te feliciteren. Allereerst natuurlijk met je oeuvre. Dat heb ik vaak genoeg elders gedaan. Je laatste roman die is bekroond met de Boekhandelsprijs. Zien we al een foto van Alex? Dat is altijd handig, dan kunt u zien hij het echt is. Ik denk dat het goed is om meteen een fragment te tonen waar je op de televisie te zien bent. Oké. Wat schade heeft gedaan, dat weet ik wel. Dat is er herhaaldelijk tegen mij werd gezegd dat ik er niet toe doe. En dat ik er niet had moeten zijn. En dat mijn moeder gelukkiger was geweest als ik er niet was geweest. En dat is, weet je wel? Ja, dat heb ik haar vergeven. Maar dat doet toch iets. Weet je wel? En dat weet je pas als je ouder wordt, gek genoeg. Dus dan je zoekt overal een bepaalde erkenning in. En eigenlijk, hoeveel erkenning je ook krijgt, is nooit genoeg. Nee. Het zal nooit iets bevestigen voor je. Dankjewel. Ja, dit is heel boeiend. We kunnen dit blijven uitzien. Maar Het is toch leuker om met Alex zelf te spreken. Dit soort dingen ga je zeggen na 20 uur... Dan aas ik erop zodat ik het hier kan brengen. Ik ben daar meteen mee begonnen omdat ik, we hebben elkaar vaker gesproken en eigenlijk was de strekking heel vaak, gezien je leven, gezien hoe je ter wereld bent gekomen, hoe je behandeld bent, het gevoel dat je kreeg, dat je er niet mocht zijn, dan is erkenning eigenlijk nooit bereikbaar. Nee. Op een bepaalde manier. Want wat kan nou voldoende erkenning bieden om dat te niet te doen? Tegelijkertijd, je hebt altijd goede recensies gekregen. Critici waren altijd dol op je. Het publiek liet tot een paar jaar geleden wat meer op zich wachten. Is nu het moment er toch wel gekomen? Je bent voor de Librisprijs die aanstaande maandag wordt uitgereikt, ben je genomineerd. Je hebt je grote boek geschreven. Moet ik toch de vraag stellen, is het nu niet voorbij dat je van een dubbeltje eindelijk een kwartje mag worden, om het maar zeer Hollands te zeggen? Ja. Heb je dat gevoel nu toch iets meer? Toen dit werd uitgezonden, toen was dat van de Libris allemaal nog niet bekend. Mm-hmm. En dan zou je nu denken dat wanneer er dan zo'n grote nominatie... En de Boekhandelsprijs. Ja, en de Boekhandelsprijs. Dat het dan iets wegneemt. Maar dan moet ik toch onderschrijven wat ik daar al zei. En dat het eigenlijk nooit genoeg is. En die meedogenloosheid om die erkenning te zoeken in alles. Hè? Dus niet alleen een literaire erkenning. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als ik sport, dus als ik 's avonds geef ik sportles, maar toen ik zelf ook nog actief sporter was, ook daarin ben ik dan meedogenloos. Dan is het nooit genoeg. En dan ga ik tot het uiterste. Als ik schrijf, ga ik tot het uiterste. En dan iemand heeft al tegen mij gezegd van waarom, je zou ook kunnen zeggen van joh, hou er gewoon normale uur op na. Eet goed, slaap goed. Dat is ook beter
voor het boek wellicht. Hè? Want dan en ik geloof niet dat het zo werkt. Weet je wel? Ik geloof dat je letterlijk een stuk moet gaan op het boek. En zelfs dan is het nog niet genoeg. Dus je moet blijven gaan en gaan en gaan en gaan. En hopelijk dan doet het ertoe. Maar eigenlijk schuilt daarachter, doe ik ertoe. Dat probeer ik, dat zoek ik, dat hoop ik. Ja, maar nu word je wel gezien, hè? Ja. Mensen, ja. mensen kunnen nu tenminste weten wie je bent. Ja. En als ze je boek gelezen hebben, dan weten ze wel heel veel van je autobiografische achtergrond. Ja, dat is waar. Maar je als laatste je, boek. Maar als je als... kijk, ik kom uit een streng arbeidersmilieu. En, in het naamloze gat. Ja, naamloze gat Vlaringen. Dat komt eigenlijk omdat... Voor iedereen die, nou niet iedereen, maar de meeste mensen die schrijven, die komen vaak in Amsterdam. Want de meeste uitgevers zitten dan in Amsterdam. En dan vroegen ze in het begin van, waar kom je vandaan? En dan zei ik, ja, want dan hoort ze wel iets Rotterdams. En dan zei ik, ja, Vlaringen. Zei ze, waar? Dan zei ik, ja, Vlaringen. Zei ja, Rotterdam. Ah, Rotterdam, oké. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, in Amsterdam is dus kennelijk een naamloos gat. Dus ja. Sindsdien noem ik het zelf ook het naamloze gat. Ik doe er ook niets anders dan alleen maar wonen en schrijven. Mm-hmm. En slapen dan een beetje. Maar goed, ik kom uit zo'n streng arbeidsmilieu. En mijn moeder was ongewenst zwanger. Van mij dan. Mijn vader die vertrok voor mijn geboorte. En daar kwam ik dan veel later weer achter. En ik kom uit een, laten we zeggen, een pittig milieu. En dat doet iets met je. En zoals ik daar eigenlijk ook al aangaf. En dat drukt een stempel. En dan, wat je dan doet is dat je jezelf in alles en met alles wat je onderneemt, wil laten gelden. Het moet ertoe doen. Ik weet dat jij nu heel veel langs scholen gaat. Ja. En ook scholen waar kinderen vaak niet opgevoed zijn met boeken die je kunt lezen. Ja. Dus we hebben het over kinderen uit, met ouders die uit andere streken dan Nederland komen. En dan vertel jij het verhaal dat in jouw jeugd lezen ook niet gebruikelijk was. Althans, boeken lezen, romans lezen, wat je nu schrijft. Sterker nog, dat schrijven eigenlijk ook iets verwonderlijks was. Je noemt het in die verhalen een afwijking. Ja. En het was een afwijking die je in eerste instantie voor jezelf hield. Want je dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Totje, en ik neem een voorschot. Ik hoop niet dat u, dat ik heel veel, de manier waarop het geschreven is, zal ik natuurlijk nooit kunnen verklappen. Totje je rug brak. Ja. En daar brak het grote schrijven ook eigenlijk mee door. Ja. Zie je het schrijven nog steeds als een afwijking? Op een bepaalde manier? Kijk. Ik weet nu in elk geval dat het een afwijking is waar ik niet vanaf kom. Ja. Dus het is iets dat ik denk van, ja, kennelijk hoort het nu bij mij. En heb ik het leren omarmen. Mm-hmm. Maar in het begin zeker niet. En kijk, je moet goed begrijpen, ik kom niet uit een familie en uit een gezin en uit een wijk waarin als ik dan een gedicht had geschreven, dat ik daarmee naar buiten kon gaan en dat ik dan tegen mijn vriend zei, gedicht, ik ga hem voorlezen. Mm-hmm. De jongens met wie ik op straat hing, die dachten er helemaal niet over na, die waren er helemaal niet mee bezig, die waren gewoon bezig met overleven. Mm-hmm. En dus ik deed het, geen idee waarom, geen idee wat het was, geen idee of het, weet je wel, zo van, ja, ik begon met schrijven. Dat zou ik nooit zo kunnen zeggen. Ik begon met schrijven. Ik weet helemaal niet wanneer ik begon met misschien altijd al en misschien nooit echt. Dus ik weet niet, ben ik nu bezig met schrijven? In de goden beschrijf je dat je ook schriftjes vol schreef. Ja. En dat het verhevigd werd op het moment dat je ook ruzies beneden hoorde. Dus als ik het goed heb nog, hè, tussen je moeder en je stiefvader. Nou, niet beneden, want kijk, hè, waar wij woonden was alleen maar gelijk vloers. Hè. We hadden geen... Hier val ik door de mand. Ja. Dus weet je wel. Dat zeker. Ja. Maar ik zag het niet als literatuur. En ik kom niet uit een milieu waarin je op die manier kijkt. Mm-hmm. Dus dat heb ik later geleerd. Ja. En ik wist ook niet dat wat ik deed betiteld kon worden als zodanig. Ja, nu ziet de Libris Literatuurprijs dat wel als literatuur. Hè? En ik lees je een citaat voor van voorzitter Dick Benschop. Ja. Ja, je wordt heel wat aangedaan hier op deze avond. Die hebben in een bijeenkomst in het Rijksmuseum gezegd, heeft die voorzitter gezegd, dat in
ik citeer maar gewoon. Ja. Daarin schuilt een grote aantrekkelijkheid van literatuur. Dat je nu juist als lezer niet krijgt wat je verwacht. Dat je wordt meegevoerd in andermans hoofd of een onbekende wereld en wordt geraakt, getroffen, overtuigd en overrompeld. Dat laatste, dat zijn bijna vechttermen al. Ja. Ook niet onbekend in jouw oeuvre. Nee. En dit is hun essentie van literatuur. Ja. Of je het nou wint of niet, ik vind eigenlijk wel dat dat zo zou moeten zijn. Maar het lijkt me wel dat jij aan hun definitie van literatuur beantwoordt. Maar dat is dus het gek. Kijk, inmiddels leer je, als je dat gaat nou helemaal zo. Je gaat lezingen doen, je gaat andere schrijvers ontmoeten. En dan spreek je over het schrijverschap, over boeken, over literatuur als zodanig. En dan merk je hoe zij er naar kijken, waar zij vandaan komen, uit welke milieus zij komen, wat zij hebben gestudeerd. Kijk, ik kom niet van het gymnasium af, weet je wel. En ik zat niet met andere schrijvers in de klas, weet je wel. Dus dat. Kijk, ik kom gewoon van de MAVO. En uiteindelijk na de MAVO ben ik gewoon gaan werken. Heb ik allerlei, en nu ook een vloekwoord in de mond nemen, maar rotbaantjes gehad. Pas veel later dacht ik van, nee, ik heb die rare afwijking. En ik wist niet precies wat ik ermee moest. Maar ik wist één ding. Als ik het beter wilde vormgeven, dan moest ik mezelf ontwikkelen. Dus toen ben ik pas in mijn 20 jaar weer teruggegaan naar school. En toen heb ik versnelde opleidingen gedaan. En dat kon toen nog. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar toen heb ik HAVO 4 en 5 in 1 jaar gedaan. VWO 5 en 6 in 1 jaar gedaan. En toen ben ik naar de universiteit gegaan. Mm-hmm. En toen ging ik filosofie studeren. Want ik dacht, ik wil een wijs man worden. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, met filosofie, hè, kom je toch een heel eind. Maar dat bleek een misvatting. Daar, op een bepaalde manier niet. Want dit zou een ideale quiz zijn. Vraag voor later deze avond. Als je schrijvers moet opzoomen. Die filosofie zijn gaan studeren om wat van de wereld te begrijpen. Ja. En die dus uiteindelijk hun antwoorden vonden in de schrijverij. Nou, dan heb je te weinig aan 10 vingers. Okay. Dus dat is volgens mij de opleiding, zeker als je het niet afmaakt, tot schrijverschap. Ja. Ja. Nou, dan voldoen verleden. We dwalen af. Dus je bent schrijvers gaan zoeken. Daar heb ik twee dingen eigenlijk, wil ik met twee dingen daarop ingaan. Je bent begonnen eigenlijk met een boek en met een bijna programmatisch idee van hoe je als schrijver opstelt in de literatuur, door er ook als schrijver niet te willen zijn. Dat betekent door niet je biografie bekend te maken. Ja. Jouw uitgever wist niet eens wie je was. Hij hoopte, heeft hij mij wel eens bekend, op een heel leuk, aantrekkelijk Aziatisch meisje. Ja. En toen kreeg hij jou. Ja. En daar is hij nu heel blij mee natuurlijk. Nou, toen was ik wel een stuk jonger, dus het was niet zo dat hij een grijze schrijver. Maar dit was zijn voorkeur. Ja. En nogmaals, hij kreeg jou en je had je ook bediend van een Aziatische naam. Hè? Dat is, M.L.E. Dus zo kwam je de literatuur binnen. En ja, je kunt er toch niet omheen. Je hebt heel veel gebruikt. Heel veel autobiografie gebruikt in je romans. Ja. Niet in alles. Hè. Je hebt ook wel, ik ga niet uitweiden. Maar in ieder geval, nu ben jij toch Alex Bogers. En ze weten wat van je. En ze weten ook wat van je buiten de kaften van je boeken. Ja. Hoe is dat? Nou, ik hoorde gisteren volgens mij collega schrijver Grunberg ergens in een talkshow zeggen, een beetje zelfhaat kan nooit kwaad. Ja. En iedereen die kan wel weten wie Alex Bogers is. En dan vraag ik me altijd af, wie is iedereen? Weet je wel? Ik bedoel, ik woon in dat naamloze gat. Ik loop daar buiten. Je moet niet denken dat iedereen zegt, we schrijven Alex Bogers. Ja. Zo werkt dat helemaal of niet. Ze doen weet je wel? Zo, dus dat, ze werkt dat helemaal stil, niet. Ik loop en leef daar gewoon. Er is niks aan de hand. Ik heb ook niks herkenbaars. Ja, nu een kuifel ligt, maar toen ook al niet. Je had dus een stok kort geleden. Ja, goed. En dus volgens mij, hoeveel mensen ook van je houden, je moet toch eerst een beetje van jezelf leren houden. En dan kan ik. En als je dan hier met een glimlach zit, dan is dat oké. En dan weet je wel, dat kan dan. Ja. Maar er zijn net zoveel momenten dat het anders is. Mm-hmm. En dan klinken die stemmen van bewondering en dan klinkt de lof en noem het allemaal op, heel ver weg. En dat doet het er ook niet toe, zelfs als iemand het in je gezicht schreeuwt. Ja. Dus dat is toch, dat is toch nu eenmaal zo. Dat is waar. Je kwam dus de literatuur binnen met eigenlijk een zucht om je werk voor zich te laten spreken. Ja, want ik wilde er geen niet, deel van hebben. Niet
poppetje te zijn dat voor je boek ging staan. Ja. Tegelijkertijd zocht je in de literatuur die je las en die je wat deed, zocht je naar authenticiteit. Ja. En om die reden heb je ook contact gezocht met Marion Bloem. Ja, nou, die we later op de avond zullen. Ja, dat is heel grappig. Want, ja, Marion, ik moet het toch even stiekem zeggen. Ik was, voordat deze avond begon, was ik even met Jeroen in gesprek. En toen vroeg hij of ik Marion Bloem ken. En dan, ik dacht, hij denkt natuurlijk van, ja, het werk, of de schrijfster, of ik wel zijn handje heb geschud. Zei ik van, nou, sterk nog, toen ik nog mijn debuut niet had gemaakt, heb ik haar brieven geschreven. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nu een beetje bang dat het hele flirterige brieven waren. Ik kan me ze niet meer echt herinneren. Maar in elk geval ging het over het schrijverschap, dat weet ik mij nog wel te herinneren. En zij had toen haar debuut natuurlijk gemaakt. En ik zocht naar authentiek geluid. En Marion, zeker in die tijd, later ben ik natuurlijk ook mijn eigen weg gaan volgen. Mm-hmm. Maar in die tijd had Marion een toon die voor mij op de een of andere manier sterk autobiografisch klonk. Maar waarvan ik wist dat het niet zo hoeft te zijn. Weet je? Dus het is zeker fictie. Maar het las zo authentiek en zo echt dat ik, daar wilde ik meer van weten. En toen was het, kijk, nu kan je schrijvers en iedereen eigenlijk heel makkelijk via social media benaderen. En als ze dan niet reageren, dus als je geen messenger, weet je, als je berichten, en ze reageren niet, dan ben je in één keer een lul, bij wijze van. Weet je, dus je moet ook naar buiten, maar dat was toen helemaal nog niet zo vanzelfsprekend. En toch reikte ik uit en stuurde ik Marion een brief of brieven, weet niet eens. En ik kreeg er ook. Ik kreeg ook wel antwoord, ja. Had je toen je huidige vrouw al ontmoet? Nu suggereer je dat nou, ik... Nee, ik suggereer eigenlijk heel weinig. Wat ik bedoel is, jouw vrouw is Indisch. Nou ja, ik dacht misschien wil je ook iets weten van haar achtergrond. Dat kan ook nog mee hebben gespeeld. Ik bedoel het allemaal heel netjes. Ja, nee, weet ik. Nee, weet ik. Allemachtig. Maar het is zo dat ja, ik ontdekte die, ik heb een Indische vrouw, toen een Indische vriendin, dezelfde. En ik leerde via mijn schoonvader over Nederlands-Indië. Mm-hmm. En over de Indische achtergrond en over hoe het was en hoe ze hier kwamen. En, mm-hmm. Nou goed, en ik had mijn debuut nog niet gemaakt, maar ik hield toen al wel van verhalen. Zeker die authentieke verhalen was ik wel naar op zoek. En of naar op zoek, dat wilde ik gewoon horen. Ik wilde er gewoon deelgenoot van zijn. Dus ik zoog die verhalen op die mijn schoonvader eigenlijk gek genoeg nooit tegen zijn eigen kinderen had verteld. Maar wel tegen mij, terwijl hij mij eigenlijk niet eens heel erg aardig vond. Zaten de kinderen er wel bij? Zijn oudste dochter niet, zijn jongste dochter, dus mijn vriendin, wel. Maar die keek dan altijd heel erg verwonderlijk van, wat zegt papa nou? En dan had hij het over het Jappenkamp waar hij als kind in zat en zijn moeder stierf in het kraambed. En, nou goed, het allemaal verhalen uit Nederlands-Indië. En het bevreemde me dat hij mij die verhalen vertelde, omdat wij hadden geen goede band. Ik nam toch zijn jongste dochter mee. Hè, dat, ja. En toen later toen ging ik op zoek naar Nederlands-Indische literatuur. En toen kwam ik ook uit bij Marion Bloem, die toen veel succes had met haar werk. Ja. En nou, toen heb ik. Dus het is heel grappig. Ze zei net, ik verklap gewoon alles. Daarnet zei ze, wat grappig dat we nu samen zijn geprogrammeerd. Zei ik, ja, Bogers en Bloem, het kan nog wat worden, weet je. Dus dat. dit is geen desinteresse, maar ik heb een ouderwets horloge en daar zit ik alweer op te kijken. Gelukkig hebben we nog wat tijd. Want de programmering dendert hierdoor. Ik hoop eigenlijk allemaal dat jullie Alex' laatste boek gelezen hebben, Alleen met de Goden. Want dan kun je iets meer begrijpen van de prangende vraag die ik ga stellen. Volgens mij heb je nu echt wel alles verteld, ook al heb je het in fictie getransponeerd. Daar wil ik nog even op inhaken. Ja. De laatste tijd hoor je heel vaak, en de grap is misschien, dadelijk is het Marion niet, ik ben gelijk aan het sturen wat je moet vragen. Maar wat ook zij schreef als sterk autobiografisch. Op een gegeven moment is het nu weer een actueel onderwerp. Weet je wel, dat schrijvers die echt fictie schrijven, dus die alles verzinnen. Ja.
dat die eigenlijk minder verkocht en minder gelezen worden. En dat er niet toe doet eigenlijk. Ja, maar en dat mensen bedoel die, ik eigenlijk niet. Ja, maar... nee, wacht even. Okay. Mensen die autobiografische boeken maken, dat dan heel sterk... En dat dan niet fictie is. Nee, maar ik denk dat we het eens zijn over of het nou autobiografie is of het is fictie. Ja. Er moet de adem van het echte in zitten. Zeker. En dan doet dat genre er niet zoveel meer toe. Ja, precies. Maar wat ik eigenlijk... Ik bedoel dat veel simpeler. Wat ik eigenlijk wou vragen, maar ik was veel te omslachtig, is gewoon van... heb je vertelmateriaal voor hierna eigenlijk? Want tot nu toe heb je heel veel geput uit je leven. Ja. Je hebt ook geput uit de actualiteiten als het gaat om de novelle. Ja. Die geschreven over de moord op dat jongetje. Ja, Cedric Suarez. Maar ja, wat ga je hierna doen? Na dit grote boek waar eigenlijk alles in staat? Nou, in een interview heb ik wel eens een eindboek genoemd. Volgens mij komt de term van... AVT van de Heide, maar ben ik niet helemaal zeker. Een eindboek. Ja. En maar je bent nog tamelijk jong, hè? Ja, maar ik dacht van, nou, volgens mij heb ik nou allemaal opgebruikt. En ik weet niet, eerlijk gezegd, dat weet ik eigenlijk nooit. Dat op het moment dat ik het laatste boek heb geschreven, dan denk ik altijd van, omdat ik er niet over nadenk, het is niet iets dat ik ga zitten plannen of dat ik het helemaal uitdenk. Dus, maar tegelijkertijd heb ik een idioot leven genoeg. En heb ik altijd wel weer ontdekkingen in dat leven waar ik uit kan putten, weet je. Dus dat is het niet. Maar wat ik in dit boek heb ik het nu wel geschreven. Ja. Dus dat ga ik ook echt niet meer doen. Mm-hmm. En wat er dan nu komt, ja, dat is ook... Wat er komt, dat is ook voor mij een verrassing. Dat er iets komt, die vertrouwdheid heb ik nu wel. Had ik eigenlijk voordien niet. Dan dacht ik altijd van, nou, hierna komt geen... Hoe vaak ik dat wel niet tegen mijn uitgever heb gezegd. Weet je, van, nou, hierna komt echt niks meer, hoor. Weet je, en dan kwam er toch nog iets. Dus die vertrouwdheid heb ik nu wel. Maar het is volledig intuïtief. De indruk die ik van je krijg... en gekregen heb eerder, is dat het schrijven je op een bepaalde manier overvalt. Je hebt me verteld hoe je dat doet, hè? Dus dat je, ik ga het niet nadoen, want dat leidt tot enorme ongelukken. Zeker maar op dat deze je bank. Dan, ja, op deze bank, dat je dan jezelf, meen ik, een kwartier slaap toestaat, of misschien zelfs maar 5 minuten, dat time je ijselijk. Dus die nacht, een klein slaapje en weer door gaan zitten werken. Dan wordt het vanzelf iets transmatig. En dan wordt het vanzelf ook, in je laatste boek alleen met de goden. Dan, het zijn van die hoofdstukken van een bokser doet een ronde, staat weer op, heeft eigenlijk geen minuut pauze en gaat weer door. Ja. Dus dat enorme tempo komt erin te zitten. Ja, maar een manier om iets te betrappen? Is dat de enige manier waarop je het kan doen, dat schrijven? Voor mij wel, want het duurt ook heel lang voordat ik begin met schrijven, Jeroen. Dus het is zo dat... ik heb wel eens in een interview gevraagd van... schrijf je de verhaallijnen dan uit, weet je. Ik heb ook wel eens iets in een soort mozaïekstructuur geschreven, dat je dat alles... En zei ik ook van, dat lijkt me heel saai. Dus dat je al die verhaallijnen uitschrijft en dat je dan op een gegeven moment denkt, nou ga ik breien. Weet je, dus dat klinkt als huiswerk. Dus dat doe ik helemaal niet. Ik zit heel lang in mijn hoofd. Ik denk heel lang. Mm-hmm. Althans, ik denk dat ik denk. En het is een intuïtief proces. En op een gegeven moment voel ik me onrustig worden. Als een soort roofdier rondom het bureau. Mm-hmm. En dan begin ik de toetsen te rammen, zoals ik het noem. En dan blijf ik ook gaan. En dan ram ik en dan ram ik en dan, ram, en dan blijf ik gaan en gaan en gaan en gaan. En dat weet het gezin inmiddels. Dus, ze weten dat ze je niet moeten aanspreken. Nou, dat vlug weg. Ja. En in de nacht, dan ga ik... Ik heb drankjes, Jeroen. En dan blijf je wakker. Je bedoelt Guarana of energy? Ja. Iets zwaarder, maar je blijft wakker. Ja. En dan, anabole steroïden? Nee, dat nou niet. En dan word je op een gegeven moment word je dan toch wel moe. Ja. En nu heb ik een iets bredere leuning op mijn bank dan hier. Ja. Maar dan ga ik heel even liggen in de nacht. En dan, dan lig ik letterlijk... En dan lig ik zo en dan... Op het moment dat het lichaam zich ontspant... Dan zak je altijd naar een... En wat de leuning dan toch net smal genoeg is, don je eraf. En dan word je wakker. Ja. En dan op het moment dat je wakker wordt, krijg je een ontzettende adrenaline rush. Want je hart die gaat dan in één keer tekeer. Want je schrikt natuurlijk. Ja. Nou, en dan ben je in één keer weer klaar wakker. Je bent heel helder. En dan ga ik eigenlijk onmiddellijk weer zitten. En dan ram ik weer door. Ja. En dan is het verhaal na 3 maanden klaar. Of mooi. Drie... Ja. Ja. Nou, ik zit in op... Op aanstaande maandag. Ik hoop dat je hem krijgt. Nou, dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Oké. Okay.
Dames en heren, het is tijd voor een rustiger onderdeel, namelijk de literaire agenda. Dan word je bijgepraat over waar je nog meer naartoe kunt dan datgene waar je vanavond naartoe bent gegaan. Het is altijd minder leuk, maar we vermelden het toch wel. We beginnen met Arnon Grunberg en zijn gasten op 8 mei in Amsterdam. Dat is een speciale, dat is dus morgen, een speciale moederdagmiddag. En dat heeft te maken met het verschijnen van de nieuwste roman van Grunberg. Die net als de laatste roman van Marjan Bloem over de moeder gaat. Het boek heet hier Moedervlekken. De roman is, ik citeer, het verpletterende verslag van de liefde van een zoon voor zijn moeder en andersom over twee mensen die tot elkaar veroordeeld zijn, die niet kunnen leven of sterven zonder elkaar. Nou ja, daar ontmoet Grunberg zijn redacteur van de uitgeverij. Hij ontmoet een emeritus hoogleraar psychotraumatologie en hij spreekt ook nog met filosofen in de Rode Hoed. 2. De nacht van de nacht, moet je zeggen, van de Europese literatuur, 11 mei. Dus als je het allemaal gaat volgen, heb je het druk. Nou, dat komt erop neer dat zij in die nacht als centraal thema hanteren de rol van de Europese grenzen in tijden van vluchtelingencrisis. En daar gaan dan allerlei schrijvers en dichters uit heel Europa over met elkaar in gesprek. En ze tasten erbij, dat klinkt wat sinister, hun eigen innerlijke grenzen af. Nou, u kunt daar verwachten Maria Barnas. Ik sla er een paar over hoor. Sedat Demir uit Turkije. Verder, u ziet hier Annelies Verbeke uit België. De moderator is Guido Snel, die zelf ook schrijver is. En dat vindt allemaal plaats in De Brakke Grond, het Vlaamse Cultuurhuis in de Nes in Amsterdam. Voertaal is Engels. Goed. Dan 3. Nou, u ziet hier het sympathieke hoofd van mijn collega-presentator, maar hij is natuurlijk toch wat bekender in de rol van schrijver. Hij heeft net een nieuw boek geschreven, Brief van mijn dochter, Abdelkader Ben Ali. De andere gast is nog even geheim, maar hij zal er zijn en hij gaat dan met mij praten. Dus dat is in 3 juni in Den Haag. Zijn we toe aan de nieuwe boeken? Die is zo nieuw dat ik hem nog niet gezien heb. Een nieuwe Leon de Winter, Stad van de Honden geheten. Ik kan er nog niks over zeggen. Poubel, een nieuwe roman van Pieter Waterdrinker. Dat begint eigenlijk in de jaren dat... Het begint eigenlijk in een ander deel van Europa. Maar goed, het eerste deel eindigt op vertrouwd waterlander terrein, namelijk dat je dan terecht bent gekomen in Kiev in de tijd dat Jeltsin net de macht had overgedragen aan Poetin. En dan kunnen we spreken van het Wilde Oosten. En het gaat door tot deze tijd. Het gaat zelfs zo ver dat we de vliegramp die ons land getroffen heeft erin aantreffen. Kan het u aanraden. Poubel van Pieter Waterdrinker. Arno Grunberg, dat is dus net verschenen. Moedervlekken, net over gesproken. Max Porter. Verdriet is het ding met veren, alom bejubeld. Jongere schrijver Bertram Koeleman, Engels voor leugens. Goed, dan zijn we toe aan het volgende onderdeel. Pardon? We hadden er nog één, oh jee. Kind van de rekening. Faroujan Foscanian, het boek der fluisteringen. Dat is waarschijnlijk een Roemeense naam. Kijk. Een Armenier. Het boek der fluisteringen, dat u het weet. Dan zijn we nu toe aan de muziek. Ik wil graag de muzikanten uitnodigen. Ze gaan 3 nummers spelen. En we geven ze nu alle ruimte. Welkom.
Dankjewel. Het laatste liedje dat we gaan spelen is het titelliedje van mijn album. Het heet Camello. Thank you.
Dankjewel, Tim Kersies. Jullie hadden het net over een album. Dus heb ik het goed begrepen? Want dat is altijd de vraag die je krijgt. Een cd is die bemachtigd kan worden? Of? Nou, het is geen fysieke drager. Het is een digitaal album. Grofstoffelijk immaterieel? Of ook een digitaal album, maar mensen kunnen eraan komen. Mensen kunnen eraan komen. Ja, ga naar mijn site, timkersies.com. Je kan hem gratis downloaden, hij is voor iedereen. Nou, dat is wel een heel mooi aanbod, dankjewel. Ja, nog één vraag, die had ik eigenlijk vooraf moeten stellen natuurlijk. De muziek waardoor je het meest geïnspireerd bent? 100% Johnny Meijer, denk ik. Ik weet niet of de mensen hem kennen, een paar mensen schudden. Denk het wel. De accordeonist uit Amsterdam. Ja, mooi. Dat is wel mijn absolute held, ja, zeker. Met die sigaren in zijn mond ook. Ze hebben in Apeldoorn hadden ze zijn accordeon hadden ze staan. En dan zag je ook allemaal brandplekken hier bovenop zitten zo. En gaatjes van de punaise, dan prikte hij zijn setlist, prikte die in de accordeon. Weet je wel, die had overal maling aan. En, en een vriend van mij, een bassist met wie ik wel speel, die is wat ouder. Die heeft nog wel eens met Johnny Meijer gespeeld en die vertelt hem die prachtige verhalen. Mocht je er ook aan zitten aan de accordeon? Of? Nee, dat staat serieus achter glas. Ah, jammer. Dat geloof je bijna niet. Maar volgens mij... Een liedje van Johnny Meijer. Nou, ik kan wel iets heel Johnny Meijer geïnspireerd laten. Oké, okay, zullen we nog één nummer? Dan krijgen we. Ik laat even wat dingetjes horen. Gesprek met Marion Bloem. ik hou dus de tijd streng in de gaten. Ja. Goed. Ik zal het even snel doen. Kijk, Johnny Meijer was een koning in dat Amsterdamse geluid, maar te mengen met jazz. Weet je dat Amsterdamse. Leuk, dankjewel. Dankjewel. Ik wou graag naar voren vragen Marion Bloem, die net verschenen, haar goede hand is net van de persen gerold, zeg je dan meestal. Alsjeblieft. In mijn tas. Je bedoelt waardoor we praten of zo? Ja. Ja, maar volgens mij ben je heel goed verstaanbaar. Dus, hi, wil je daar zitten? Of? En ik zal een schoon glas water pakken. Vroeger schonken ze nog wel eens wijn of witte wijn of rode wijn. Maar in ieder geval nu is het gewoon water, een teken van deze tijd. Marion, welkom. Fijn dat je hier bent. Ik stel meteen een hele directe vraag. Ja. Heb jij gisteren 4 mei herdacht? Of tenminste, heb je aan de herdenking meegedaan? Je bedoelt 5 mei? Gisteren? Sorry, ja, nee, ik ben gisteren teruggekeerd uit iets een ander land. Maar heb je 4 mei, heb je de herdenking? Ja, op een gekke plek, moet ik zeggen. Ja. Maar 4 mei was ik eigenlijk de hele dag een beetje in die stemming. Ja. En, maar op het moment zelf dat iedereen stil was, niet. Ja. Niet dat ik geluid maakte, maar dus zat ik ergens waar ik zelf de stilte niet kon creëren. Ja. En maar betekent het iets voor je? Ja, maar niet, misschien niet zoals voor iedereen hier. Ja. Ik denk dat de achtergrond van mijn ouders minstens zo'n grote rol speelt bij dat herdenken. Maar ook dus uit daaruit voortkomend dat ik eigenlijk vooral... zorgen maakt dat we dat herdenken, maar dat we dus toch continu meedoen aan het creëren van nieuwe oorlogen. Ja. Ja, nou ja, ik vraag het met name eigenlijk omdat in het leven van de moeder in je boek, dit boek is aangekondigd als een vervolg op Geen Gewoon Indisch Meisje. Ja, het is een beetje gek hoe dat, waarom? Omdat ik zag het zelf, ik vond het zelf moeilijk. Maar... Ik heb op die manier subsidie aangevraagd. Ja. Want de behoefte ontstond toen ik het theater deed. Vorig jaar deed ik Geen Gewoon Indisch Meisje in de theaters. En om dat dikke boek voor theater bruikbaar te maken, moest ik dus heel veel weggooien. En dat kan dan zoveel jaar ook wel, want het is van 1983. Ja, het jaar dat Alex Bogers je brieven ging schrijven. Dus. Ja, ja. Hoor hier alles. Ja. En toen heb ik
alles wat ik eruit gooide, ja, bleek achteraf. En dan, ja, in het begin nu wat try-outs. Het was wat te lang, vond ik. Dus dan gooi je steeds meer af. En dan, heel gek, wat ik merkte dat overbleef, was eigenlijk alles wat autobiografisch was. Ja. Dat was eigenlijk het enige. En dan vooral dat van tussen mijn moeder en ik. Ja. En ik, dus die moeder-dochter situatie. En terwijl ik daar stond, ja, ik deed dat en het ging steeds beter natuurlijk als je speelt en de interactie en ik kreeg ook zo. Maar toen vond ik het gewoon jammer dat ik dat huidige situatie nog niet mee kon pakken. Mm-hmm. Dat duurde dus nou al lang genoeg, die voorstelling met een pauze. Ja. En toen ontstond het idee om daarmee verder te gaan. Mm-hmm. Dat mijn moeder heeft beginnende Alzheimer. Mm-hmm. En de verhalen die ze mij heeft verteld en die in geen gewone meisje terecht zijn gekomen, die heb ik uit haar getrokken. Mm-hmm. Toen wij samen naar Indonesië gingen, ik had van mijn eerst verdiende geld, vond ik dat de eerste die recht had om daarvan te profiteren mijn moeder was. Mm-hmm. Dus ik heb haar ticket cadeau gedaan en dat heb ik later ook nog een paar keer gedaan. Maar ging alleen met haar naar Indonesië. En al die plekken langs van haar en toen kwamen al de verhalen los. Maar ik heb niet alle verhalen in de loop der jaren in mijn boeken nog kwijtgekund. Mm-hmm. En wat kon je nu wel kwijt? Ja, nog lang niet alles, maar het belangrijkste misschien. En bij mijn moeder merkte ik nu dat zij sommige verhalen een beetje ging vergeten. Die ze gelukkig mij wel heeft verteld. Ja. En toen dacht ik, er komt een dag, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Eigenlijk weet ik nog wat in mijn boeken staat. Maar dan weet ik op straks misschien ook niet meer wat ik heb verzonnen en wat echt was. Mm-hmm. En laat ik nou in godsnaam alles wat er nog is, daar ook wat mee doen. En zo begon het idee. Maar tegelijk ook met ja, dat kan ik alleen maar in relatie tot die angst voor verlies. Voor verlies van haar geheugen, maar ook verlies van mijn geheugen. Ja. En de betekenis van die specifieke rol, die toch universeel is, die moeder-dochterrol, waarbij je, als je jong bent, gewoon denkt, ik wil niet op haar lijken. En waarbij je, als je oud bent, beseft, ik voel domme worst, ik wil mijn moeder. Ja. Weet je? Of ik nou leuk vind of niet. En dat is eigenlijk waarom ik het wilde gaan doen. Ja. En ik dacht dat het. Ik heb altijd gedacht dat mijn vader en mijn oma en mijn kleine tante, ik heb een kleine tante, dat die mijn muzen waren. Mm-hmm. En mijn moeder was meer iemand, ja, daar kon ik niet omheen. Die had ik nou eenmaal, dat was al erg genoeg. Mm-hmm. En natuurlijk weet je wel dat je die liefde voelt voor je moeder. Maar ik voelde het eigenlijk niet zo erg. Nou ja, dat komt ook in je boek voor. Hè? Er is een heel klein hoofdstukje en dan gaat het eigenlijk om vier woorden. Ik hou van jou. Ja. En dat was dus moeilijk om te zeggen. En ook voor haar, begreep ik. Ja, ze had het nooit gezegd. Ja. En als je dat voorbeeld niet hebt, dan. Hè? Maar ik zou het niet eens kunnen zeggen, omdat wij moesten mijn moeder met u aanspreken. En dat was heel streng op. En mijn moeder had een harde hand, een hele harde, strenge smakken hand. Mocht niet aan tafel. Onder andere, er mocht veel meer niet, maar en smaken zeker niet. Je hebt er ook verevigd als mevrouw met een pollepel. Als dat altijd, is dat ding, werkt die? Ja. Nee? Oh, dan moet ik nou ja, waarschijnlijk doen. Wel. We gaan het gewoon doen, anders is er iemand. Ze zat gewoon zo aan tafel. Ja. Zo. Oh, ik dacht even dat zo ik klaar, het eten kreeg. Was waar je makkelijk om. Ja. Maar. En. Hij is behoorlijk dreigend. Ja, en ook, ja. Want ik, toen ik het ook erover ging schrijven, dacht ik, eigenlijk kon ik niet, wist ik niet meer, hebben we nou zo, was het wekelijks dat we werden geslagen? Was het maandelijks? Ja. Was het misschien maar jaarlijks, twee keer per jaar? Ja. Of is het misschien in mijn hele jeugd maar 7 keer gebeurd? Ja. Maar daar gaat het ook eigenlijk niet om, want het gaat om die dreiging, die continue dreiging dat het kan gebeuren. En mijn moeder had echt die Japanse wetgeving in huis. Dus als je 5 uur, klokslag 5 uur moest je binnenkomen, maar ze gaf je nog een kans. Ze begon om 5:01 te fluiten. Ik weet niet of ik het kan. Ik kan het niet, sorry. Ja. Maar dat was een toontje dat dan zo duurde. Dus dan had je tijdens dat fluitje had je de kans om precies om 5 uur thuis te zijn. Want we hadden toch geen horloges en zo. Maar dat betekent ook dat je dus al in de buurt moest zijn. Ja. En als je dan later kwam, dan stond ze ook weer klaar bij de deur. Ja. Want ze had daar zo'n rekje bij die, die is dus de keukendeur. En dan had ze hier zo'n rekje met pollepels. Dus had ze al gepakt en dan stond ze al zo klaar. Ja. En als je dus net op tijd, dus zeg maar 30 seconden later, dan dat dreigde ze alleen maar. Maar als je
vijf minuten laat was het dan. Maar dat was een ontroerende passage, vond ik, in datzelfde hoofdstukje over dat smakken en zo. Daar zat een soort haat tegen de vader in. Die vader kon ze niet corrigeren, die smakte. En ik meen de oudste broer, die smakte ook. Dat had met tandvlees of gebit te maken. Ik had een slechte biologie, dus dat kan niet uitleggen. Dan pakken we het boek weer voorbij. Maar dat, grote tanden, kleine mond. Maar ja, dat was toch wel een behoorlijk gespannen situatie. Ja, gelukkig kunnen mijn broertje en ik dat pas. Ik had een soort presentatie voor mijn moeder alleen. Ik had een print-on-demand versie voor haar, zodat ze het eerder zou lezen dan de rest van de wereld. En dat was, dat was de enige dag, een mooie dag toen nog. En zeg maar een maand geleden of zo, of langer. En toen gaf ik dat zo aan haar en ik ging het voorwoord en nawoord lezen. En toen gingen we nog napraten. Mijn broer en mijn zus waren erbij. Mijn broer woont in het buitenland. Dus die was die dag, daarom deed ik het. En het was heel, heel plezierig. Ze waren wel heel erg ontroerd. Ze wisten nog niks. En toen zei mijn broertje eigenlijk een paar dingen, weet je wel, die geraakt was. Dat was heel mooi. Maar toen zei ik tegen hem, ja, er staat iets over jou, over dat smakken in. En hij geeft op congressen moet hij lezingen geven over voeding. Van, dat is zijn ding. He, en dat is al echt op hoog niveau over de hele wereld zegt hij over. En toen zei ik van ja, ik heb in dat boek geschreven dat jij door die straf en dat smakken, dat je daarom alleen maar van soep en van pap houdt, vloeibaar en puree. En hij moest zo lachen. En toen zei hij, oh, ik heb voortaan een extra linia in mijn speech. Die gaat dat mooi. Dus we kunnen er wel erg om lachen, maar mijn broer had heel lang, als je bijvoorbeeld zo dichtbij, net als ik bij jou deed, jij bent misschien ook wel geslagen. Want jij dook ook precies zoals hem. Hij werd. Het heeft iets anders. Ik doe dezelfde. Je bent bang voor mij. Uiteraard. Nee, maar ik doe dezelfde vechtsport als Alex Boger. Ik ben minder groot talent, dus ik wijk meteen zo achteruit. Prachtige vrouwen doen het. Ja, dat is helemaal gevaarlijk. Nee, maar nog even over, je bent, want dat wilde ik wel graag weten. Kijk, ik heb het eigenlijk als ik noemde het een moederboek, er staat een roman voor. Je hebt motto's, hè? Een van Philip Roth, een van Ian Hamilton, waar je eigenlijk, als ik het zo opvat, zegt van ja, fictie of autobiografie, nou ja, zie maar. En tegelijkertijd staat er een roman op, maar als je het leest, dan ben je toch geneigd te denken van, dit is het boek van de moeder van Marion Bloem. Op een bepaalde manier. Maar je gebruikt wel weer een andere naam voor Marion Bloem, zeg maar, voor de schrijfster. Dus waarom heb je dat zo gedaan? Omdat ik nooit aangeklaagd wil worden door familieleden. Oké, dat is een goede reden. Dat is het eerste belangrijkste. Ja. Mijn moeder niet pijn wil doen. Dus dat mijn moeder toch een ontsnappingsmogelijkheid heeft. Dus als ze het leest, dat ze kan denken van, oh ja, maar het is een roman en Marion heeft een dikke duim. Ja. Als ze het te pijnlijk vindt. Maar achteraf blijkt dat niet te werken, want ze vindt het gewoon. Dus ze ziet het wel als haar. Ze kan er ondanks de Alzheimer erg goed over praten. Ook omdat mijn debuut, dat werd voor autobiografisch gezien. En dat is mij nog achtervolgd. Ik bedoel, wordt nog een gewoon of geen gewoon Indisch meisje genoemd. En iedereen gaat ervan uit, dan bijna iedereen, dat het mijn autobiografie is. Nou, ik heb net bekend dat er de sterkste dingen in het boek dus ook autobiografisch zijn. Dus als je die verhaallijn eruit gooit, dan blijven die events, die zijn dan inderdaad waar gebeurd. En, maar als je besluit zo'n boek te schrijven en ook besluit dat het niet te dik mag worden, want een meisje van 100, wat ik altijd mijn beste boek vond, dat is ongelooflijk dik. Dat is over de hele familie, hè? Dat is een, dat is wel echt fictie, maar om een ware geschiedenis te vertellen aan de hand van een Indische familie. En dit, wat ik natuurlijk wist, dat zo autobiografisch als wat. Maar soms moet je gewoon even voor een shortcut, moet je van een Indische vrouw een Indonesische maken, want dan kun je die twee gezinnen of die kun je één vertellen of zo. Dat moet je gewoon, ik noem maar een voorbeeld, of die ervaring in de Bersiab-tijd, dus die revolutietijd. Ja, dat moest ik toch een beetje zo, want het wordt 5000 pagina's. En ik vind dat als je dat soort veranderingen aanbrengt, dan ben je eigenlijk al met fictie bezig. Want jij maakt die keuze en jij besluit wat je weglaat. Dus alleen daarom al vind ik het fictie. Maar aan de andere kant is eigenlijk geen woord in gelogen, behalve dat je soms shortcuts moet maken. Okay.
Kende je die kant al van je moeder? Je beschrijft haar ook als meisje toen ze uit het Jappenkamp ging. Zich buiten de muren of de muren buiten de omheining van het kamp waakte. En daar bijna haar leven liet. Tot twee maal toe. Hè? Want er kwam een bende, zij noemde het rampokkers tegen. Die ja. Siap Siap, meen ik zeggen. Wat betekent dat eigenlijk? Siap. Ik heb een beetje Alzheimer, geloof ik. Ja. Dat is volgens mij een waarschuwing. Okay. Ja, maar ze kwamen achter het raam met stokken, met dolken, met kortom, ja, ze wilden er kwaad doen. Ja. En daarna nog een keer eigenlijk, dat ze gered is. Ja, door die... Volgens mij is Siap iets van pas op of iets dergelijks. Ja. In ieder geval werd het zo gebruikt. Maar ik weet niet... ik kan een heel groot fout hier maken, want ik wist het, maar ik weet het niet meer. Maar dat is dus wel een kant die waarschijnlijk niet zo strookt met de kant zoals jij je moeder kende. Nee, mijn moeder is wel. Iedereen die mijn moeder meemaakt, die weet al binnen 7 minuten ja. dat iemand is die zo'n lel van kan krijgen. Maar dat is wel een moedige daad, om zoals meisje dan daar naar buiten te gaan, terwijl ze gewaarschuwd was. Hè? Ik had niet gedacht dat ze... Toen ze jong was, ik dacht, ik heb gewoon een strenge moeder die daar handen los heeft. Ja. En ik heb pas veel later, ondanks de verhalen die ze me heeft bekend, verteld. Maar die vertelde ze niet als stoer. Ja. Maar die vertelde ze vanuit haar angst. Mm-hmm. Maar door steeds meer van die geschiedenis te weten te komen, dat te onderzoeken, met veel mensen te praten. Ik heb ongelooflijk veel mensen geïnterviewd in mijn leven. Mm-hmm. Kan je dat verhaal steeds beter plaatsen. Ja. En dus... En daardoor heb ik begrepen, en echt pas echt toen ik het schreef, hoe dapper ze was. Mm. Ik had het al een boek geschreven over voor kinderen, dat heette De Kleine Krijger. En dat was het, mijn moeders verhaal zit er al sterk in. Mm. Maar dan haar jeugdverhaal. Ja. En toen besefte ik eigenlijk al dat ze dapper was. Ja. Maar dat is heel geleidelijk gekomen. Ik was al... ik weet niet hoe oud, mijn zoon was 14 of zo. Oh. Ze schreven dat ik wist dat zij ook gewoon jongens die anderhalve kop groter waren, van die stevige Hollandse jongens die haar uitscholden vanwege die gebrekkige rechterarm. Ja. Dat Want ze had kinderverlamming in haar jeugd. Ja, ze had op de derde kinderverlamming gekregen aan de rechterarm en moest alles met links. En maar links is je... foute arm en rechts is goed. En dus dat was al heel moeilijk voor dat kind. Maar daardoor moesten ze ook meer waarmaken. Ik begin ook pas begrijpen waarom zij ons niet wilden dat wij ons maar lieten uitschelden. En ook vooral de jongens. Toen ik dat verhaal hoorde van haar vriendin, dat zei die grote jongens die haar uitscholden, zei van 12 uur achter de kerk. En dan zei ze van... weet je wel, je maakt een opmerking over deze slappe arm die bijna niks kon. En die dunne arm. En dan, maar toen zei ze van, dan kan je kennis maken met deze. Ja. En dat kan zeggen ze nog zo fanatiek. En je moet echt nog geen map van haar krijgen. Mm-hmm. En daar heeft ze, volgens haar zeg je, zeg maar 1 keer iemand in elkaar hoeven slaan. Mm-hmm. En die dus een anderhalf kop groter was, een Hollandse jongen. En is daarna hoeft ze alleen maar te zeggen, oh, kinders maken met deze achter, kom achter de kerk. En dan hield ze hun mond. Maar het was dus wel een moeder met hele stevige normen en waarden. Je hebt ook een hoofdstuk waarin je een ogenschijnlijk neutraal Nederlands woord als pension. Dat vul je dan eigenlijk in met haar geschiedenis. En dat is een pension waar Indische Nederlanders... nog een beetje uitgebuit werden. Ja, dat is dan nog zacht uitgedrukt, maar ze werden geleefd. En ze mochten allerlei dingen niet doen die je wel zou moeten doen. Ja. En dus dat was niet iets waar ze gelukkig was. Maar ze heeft er ook voor gezorgd dat jouw... Ik zit je eigen boek een beetje... Dat het gezin daar weg kon. En daarin was ze fermer dan je vader. Ja, maar ook al dan de andere Indo's die iets van hadden, zoeter laat maar. Ja. En want daar kwam zij niet tegen. Ja. Zij was wel echt zo iemand van, dat pik ik niet. Wat? 1 keer vlees per week? Maar daar betalen wij niet voor. Ja. Dus ik vind dat we meer vlees dan niet dat het hielp. Maar soms wel. Dan ging ze brieven schrijven naar DMZ. Ja. Want die pakte in sommige gevallen 90% van het loon. Of 70% van het loon af. Dat dacht aan de situatie. Als er ook meubels waren. Allemaal spullen die ze niet mochten uitkiezen. Eten dat ze niet zelf mochten koken. Eten wat ze niet zelf mochten kiezen. En ja, ze is natuurlijk helemaal geen zin ook in een Hollandse pot. En die woede kwam en dan ging ze, en dan was ze heel trots dat ze dan 3 brieven had geschreven, dat ze dan toch weer gingen verhuizen, terwijl anderen dan
daar bleven zitten. Mm-hmm. En zo kwam ze ook ergens in een kamp in Hoenderlo. En zei ze, maar dit is een... Dan zit ik gewoon weer in het Jappenkamp. We zitten terug in het Jappenkamp. Binnen een week. Ze zei, ik blijf hier geen nacht. Maar dat lukte natuurlijk niet. En mijn vader vond het toen ook heel erg. Maar anders had mijn vader iets van rustig. Hij was militair. Hè? Ja. Ja. Ja, hij wilde ook niet te veel problemen krijgen. Ja. Want hij had het ook al niet makkelijk. Want ze werden helaas ook in het leger heel erg... gediscrimineerd. Mm. En als je naar mijn moeder kijkt, van wat je zegt van, is een krachtige vrouw. Het is niet alleen de opvoeding natuurlijk, het is dat feit dat ze die arm kreeg, dus dat ze dan moest nog dapperder zijn, normaal. Maar ze was de donkerste van het gezin en dat is eigenlijk, stond mijn moeder in dat gezin. Dat gezin is eigenlijk een soort van metafoor voor de samenleving. Daarom is mijn moeder ook veel in boeken gebruikt op die manier, dus een stukje van haar heb ik gebruikt. Want ze was de donkerste van het gezin, dus minste kans op om een rijke man te trouwen die ook dienen kon betalen. Mm. Dus zij moest de kip slachten, leren koken, alle klusjes van de keuken moest zij doen. Terwijl haar blonde zus, iets ouder, hoefde dat niet. Die kon lekker sporten en leuke dingen doen en leren dansen en zo, want die zou wel, die kwam wel goed terecht. En de oudste zus was zwaar invalide, dat is een kleine tante, dat is stapelgek op, dat is onze suikertante. Zo. En dat was haar voorbeeld, want die moest toch, zoals ieder normaal gezond mens, werd ze behandeld. En ze moest ook op hun passen. Mm-hmm. Dus mijn moeder moest, want ik heb alleen maar, zij is zwaar ongelukkig en klein en ik heb alleen maar die arm. Dus dan moest daardoor nog meer bewijzen. En alleen draaide dat om, want toen in het kamp, ze is op de 13e het kamp ingegaan. En mijn moeder is eigenlijk van de 13e tot de 16e. Dat klinkt zo makkelijk, maar moet je voorstellen dat je... Ik heb nou een kleindochter van 10. En de oorlog begon toen mijn moeder 12 was. Dat zo'n kind daar ineens dat soort volwassen dingen al zo snel moet doen. En dat eigenlijk dat leuke leventje totaal afgelopen is. Maar dan is het op de 16e wel uit. Maar dan alleen maar in angst leven. Mm. Gewoon in zware angst. En wat heb je dan eigenlijk... meegemaakt. Als je dan ook nog nagaat dat ze dan die eerste jaren van de, dus vanaf de derde, met die polio zat, waar ze jaren heeft geduurd voordat ze die arm weer een beetje kon gebruiken. Dus als ik dan, toen ik met haar sprak, dan ging er steeds maar besefte ik opeens, en dat voelde ik, en dat ik zijn kind nooit beseft, dat ze eigenlijk maar van haar leven maar maximaal 2 jaar gelukkig is geweest. Mm. En dat zijn haar gelukkige jaren, waar ze het ook altijd over heeft. Maar in die 2 jaar is, of net begin van die 2 jaar, is haar oudste broer, 16, overleden. Mm. Een groot trauma waar ze ook niet echt... want ze heeft daar die moeder in het graf zien springen en zo. Mm. En haar vader is ontrouw geweest, waarbij ze de moeder, toen die dat want de zusjes ontdekten het, zag ze de moeder met de hoofd tegen het marmer slaan tot het tot bloed is toe. Dus dan denk je, in die korte periode waarvan ze dan gelukkig is geweest, is ze ook nog dit meegemaakt. Weet je. Je hebt daar... het is bijna een mozaïekvorm. Hè? Het zijn korte hoofdstukjes. Mm. Je hebt wat vet gedrukte regels. En daarna komen eigenlijk allemaal verhalen. Het is een waaier aan verhalen. Zo kom je heel dichtbij je moeder in het boek. Aan het eind komt er toch een brief eigenlijk. Mm. Waarom heb je dat gedaan? Het was, zoals mijn man zei, het is toch af. Ja. En, man is ook in de zaal. Ja. Ja. En nou, misschien wel, maar voor mij was het niet af. Ja. Ik vond dat ik mijn moeder had gebruikt. Ik had een, denk ik, een mooi boek geschreven. Mijn moeder ook nog, maar ik had er wel gebruik daarvoor. Mm-hmm. Wat had zij daaraan? En het was, bedoel, ik begreep wel dat emotie, dat wel allemaal oké was. Wat ik, weet je, dat je werkt naar een einde toe. Maar voor mij, naar mijn moeder toe, had ik het gewoon niet een einde aangemaakt. Mm-hmm. Je laat in het begin ook een reactie zien. Hè? Al in helemaal het eerste bladzij, volgens mij, wordt dan je moeder opgevoerd. Tegelijkertijd wordt de hoofdpersoon, of de schrijfster, jij dus opgevoerd. Ik maak het maar wat simpeler. En die zegt dan eigenlijk, ik heb mijn moeder eerder gebruikt in een boek. En dan wordt de reactie van de moeder getoond. En dan zie je eigenlijk al dat de moeder het leuk vindt dat ze op, zeg maar, niet-fictionele gronden door iemand uit de Indische gemeenschap wordt aangesproken. Net had jij het over dat jouw boek waarmee je doorbrak, Heel gewoon Indisch meisje, toch heel erg als autobiografica werd gezien. Is het die honger naar Indische verhalen uit de Indische gemeenschap die daarvoor zorgt dat mensen het altijd als echt, echt, echt willen zien? Is dat het? Ja, maar misschien is het ook wel mijn manier van schrijven natuurlijk. Ja. Want ook bij Vaders van Betekenis heb ik meer dan 100 mannen
in Amerika geïnterviewd. Daardoor durfde ik de brieven te schrijven die in het boek voorkwamen. En de recensenten gingen ervan uit dat die brieven authentiek waren. En ik kreeg allemaal lof voor die authentieke brieven en ook de andere dingen die authentiek waren uit het zakje wat ze van de vader had gekregen. Ja. Tasje. Maar alles was fictie. Ja. Ik heb een goed research gedaan. Ik durfde het ook niet eerder te schrijven, die geschiedenis van mannen. Mm. Omdat ik dacht, ik moet eerst mannen beter leren begrijpen. En ik moet meer horen van mannen. Hoe voelen ze zich in die kampen? Mm-hmm. En als er helemaal geen vrouwen zijn. En als er dan opeens zo'n Japanse toffer zijn. Ja. Wat gebeurt er met die man? Mm-hmm. Dat moest ik allemaal weten. En hier, wacht even, ik ben even je qua vraag. De vraag was eigenlijk of mensen uit de... Dus natuurlijk is er ongelooflijke honger. Want dat is ook waarom ik het wil schrijven. Maar niet alleen daarom, maar ik heb een paar redenen. Maar... wilde schrijven. En waarom ik schreef, zoveel over Indische mensen schrijf. Ze kwamen ook naar mij toe. Dan ging gewoon Indische mensen. Ze kwamen al die ooms, maar niet alleen ooms, al die Indische mensen. Oh, schrijf nou over dat. Schrijf nou over dat. Oh. Want er was in de media niks terug te vinden. Zij konden zich niet identificeren met de manier waarop 4 mei en 5 mei werden herdacht en gevierd. Hun verhalen, dat ontbrak. Mm-hmm. En je moet, om je trauma's te verwerken, moet je die kunnen dat gereflecteerd zien. Mm-hmm. En die reflectie die ontbrak volkomen. En gelukkig was er zo'n blad van Vincent Mailleu, dus Charlie Robinson. Ja. En dat waren ze ook allemaal op geabonneerd. Dat was ook het enige wat thuis bij mij thuis werd gelezen. Het waren meer straat- en avonturenverhalen. Ja, dat was onvoldoende. Zij wilden gewoon... ik zag dan mijn vader, die wilde oorlogsfilms zien. Want hij wilde begrijpen waar hij in had gezeten. Mm-hmm. En hoe dat toch komt. Dat mm-hmm. Jij hebt ook een boek geschreven, meen ik, over een ex van je zoon. Of was toch daarop... Je hebt ook een boek geschreven over zeg maar een derde generatie Indo. Hoe ver gaat, denk ik, die honger? Hoe ver gaat die honger van... Dat is een tussendoortje. Je bedoelt Games for Girls? Ja. Tussendoortje. Maar hoe ver reikt, denk ik, die honger? Want ik weet gewoon, mensen uit de Indische gemeenschap willen het blijven lezen. Kom daar een eind aan. Nou, dat zeg ik door mijn moeder, mijn vader, veel meer. Het zijn onverwerkte trauma's, maar die mensen zijn aan het doodgaan. Ja. Het is eigenlijk in het algemeen zo. Als het niet op school wordt verteld aan de tweede generatie, dan weet de tweede generatie nooit wat de eerste generatie heeft meegemaakt, want kinderen willen het nooit van hun ouders horen. Ja. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Ouders hebben niet de tijd om de kinderen te vertellen. En als die ouders beginnen te vertellen, dan denk je, heb je haar weer of heb je hem weer? Opa en oma's, daar willen we wel naar luisteren als kind. En dat komt pas heel laat dat je naar je vader moet. Meestal zal dood zijn en denk je, shit, ik heb dat niet gevraagd en ik weet dat niet. Omdat je dan opeens dingen gaat horen, vaak pas op de crematie of de begrafenis. Mm-hmm. Of ze zijn heel erg ziek en ze kunnen niet meer praten. Maar in ieder geval, het is meestal in een vrij laat stadium dat je begint te beseffen dat je ook eigenlijk wel dat van je vader of je moeder willen horen. En dat is jammer, maar zo zitten de mensen klaarblijkelijk in elkaar, want je wil je eigen leven opbouwen en dat is de natuur. Maar als het trauma zijn of als migranten zijn, dan krijgen ze daar op school niks over. Mm-hmm. En dan is er dus niks om toch te horen. En dan zijn die opa en oma misschien niet eens meer in leven. Of die zijn al te veel getraumatiseerd om erover te kunnen praten. Want hoe groter het trauma, hoe moeilijker het is om over te praten. Kijk, als je kijkt, het is niet typisch Indisch. Dan wordt dan gezegd, de Indische praten er niet over. Nee, Joodse mensen praten ook niet over wat ze hebben meegemaakt. Nee. Helemaal niet. Maar dat misschien zijn trauma's, hè? Maar in bredere zin... maar dit zijn trauma's. Dit zijn trauma's, Wat je niet beseft is dat die hele oorlogsperiode, dat is traumatisch. Ja. Want ze kwamen van een koloniale periode waarin heel veel standenverschillen waren. Waar dus ook heel veel grote verschillen tussen rijk en arm, maar ook daartussen, die tussenlagen. En als je als man was gestorven, dan wist je niet zeker wat er met je gezin zou gebeuren. Want er was er niks. En dan kelderde je zo in die standensamenleving. Mm. Er was veel onderscheid, er was op kleur, op discriminatie. Het was sterk racisme. Maar dat creëerde dus ook een hele verschillende mensen met hele verschillende problematiek. Mm-hmm. Maar iedereen heeft geleden aan die oorlog, of ze buiten of binnenkant zijn, maar wel in meer of mindere mate. Mm-hmm. En stoere mensen zoals mijn moeder, als meisje van 12 stoer, die wil niet buigen, die kreeg klappen van de Jap. Wat doet dat met een meisje van 12, hè? Mm-hmm. En die dan eerst is opgevoed met blank is beter en Aziatisch is minder. En schaam je voor je kleur. Dan moet je niet vergeten dat die tijd, die was op zich eigenlijk al, als je nagaat, traumatisch. Een koloniale samenleving, dat onderkennen we te weinig. Mm-hmm. En
je neemt die waarden enorm mee, dan wordt het helemaal op zijn kop. Door die, want Japanners die pikten dat niet en die draaiden dat om. Ja. En de methode van Japan, van de Japan was ook om de Japanners om te straffen, was dus ook mensen, ook bij hun eigen Japanners, hoor, die dingen deden die ze niet zagen zitten, als iemand vernederen. Dat is de grootste straf die je iemand kan geven. Dus die straffen waren altijd vanuit dat, de gedachte om ze te vernederen. En dat ja, en als dat zie je, je ziet je moeder vernederd misschien, of je broer, of je wordt zelf vernederd, of ze gaan dood, of, hè, en je ziet ze lijden, of je bent er helemaal bang voor, want je hebt erover gehoord, dat is vaak nog erger. Mm-hmm. En dat creëert een sfeer, maar dat is wel 4 jaar lang, 3 jaar lang. En dan heb je daarna die ongelooflijk angstige tijd waarbij je helemaal niet weet wie je vijand is. Mm-hmm. Die is misschien nog wel erger, want hij, daar, die, of die aardig tegen je doet, en dus dat je nergens meer op kan vertrouwen. Nou, als dat niet traumatisch is, ze hoeft nog niet eens van die specifieke gebeurtenis te hebben zoals mijn moeder heeft meegemaakt. Het kan gewoon. Het is genoeg om te weten dat daar is weer een Hollandse familie afgemaakt. Oh, en mijn oom is nu in een put gegooid. Ja. Dat is genoeg om gewoon, ik bedoel, als je nagaat wat we hier al, hoe bang we worden omdat er in Antwerpen of in Parijs bombs, dat zijn we toch allemaal ook maar bang. Maar dan ben jij, als dochter van je moeder, ben je een tweede generatie. Je hebt kinderen en je vertelt net dat je een kleinkind hebt. Twee kleine. Dus dat is al een vierde generatie. Die hebben misschien niet meer last van trauma, mag ik hopen. Maar die hebben die dan nog wel, zeg maar als onderwerp, stel dat ze in jouw voetspoor gaan treden als schrijver, hebben ze dan nog wel als onderwerp een snijpunt van culturen? Of speelt dat minder voor ik ze? Ik denk dat wij, zonder dat te beseffen, juist als je met onverwerkte trauma zit, de trauma's aan de doorgeven aan de volgende generatie. Dat het 4 generaties duurt voordat dat dan weg is. En ik ben, doordat ik psycholoog ben en schrijver, heb ik misschien wel heel bewust allemaal aan gewerkt en mijn best gedaan om het onzichtbaar zichtbaar te maken. En desondanks heb ik natuurlijk toch ook van alles ongemerkt meegegeven aan mijn zoon, wat een gevolg is van de trauma's van mijn ouders of mijn grootouders. En dat doe je, of je wil of niet. En hoe meer je bewust wordt, ben ik van overtuigd, hoe beter je daarmee om kan gaan. Maar voor mijn kleindochter is het ook heel moeilijk om het niet te snappen. En voor mijn moeder is het kwetsend dat ze vraagt, ben jij nou Indonesisch? Mm-hmm. En wat ben jij nou? En ben ik dat dan ook? Dat zijn vragen, die zijn die kinderen mee bezig. Waarom heeft oma een andere kleur? Mm-hmm. En niet alleen dan dus die andere kleur, maar waarom vind jij dat? En waarom vind jij dat erg? En hoezo moet dat dan? Dus waarden die voor die oma van haar en over oma dan heel belangrijk zijn, maar waar haar moeder, Hollandse moeder, erom lacht. Mm-hmm. Nou, dat is verwarrend. En als je dan ook nog gebrek aan historische kennis hebt, dan is dat heel moeilijk. En ik denk alleen daarom al is het belangrijk dat je je verleden kent, maar ook dat het land weet. Want het is natuurlijk daar begonnen. Het is begonnen met dat Nederland zo ongelooflijk gretig was om al die waardevolle dingen op Sumatra weg te halen. Maar eigenlijk heb je dan ook dit boek geschreven, Haar Goede Hand, om het aan je kleinkinderen door te geven. Ja, ik hoop dat ze op een dag, ik hoop dat die kinderen dan nog willen lezen. Nou, dat is natuurlijk. Ja. Maar dat ze dan in ieder geval misschien dit als voorleesboek. Maar ze kunnen weten, lezen. Ze kunnen weten wie hun overgrootmoeder is. Ja, maar eigenlijk breder. Ik zou willen dat mensen begrijpen hoe zwaar het is voor migranten als je in de samenleving waar je zit, jouw achtergrond, historische achtergrond, wordt ontkend. Ja. Of misschien niet ontkend, maar ook niet zichtbaar is. Dankjewel. Ja. Merci. Ja. Okay. Dankjewel, Marion Bloem. Dan zijn we nu toe. Gaat het? En dat ding is niet meer nodig. En dan kijk, hier komt een verlossende engel. Anton geheten. Dames en heren, we gaan over naar het onderdeel dat waar altijd reikhalzend naar wordt uitgekeken. Dat heet de literaire prijsvraag. De man die dit allemaal zo hels maakt, zit hier zomaar in het openbaar. Hij heeft dermate veel klachten gehad over de vragen die niet te beantwoorden waren, dat ze nu verregaand makkelijk zijn. Er staat veel op het spel. Er zijn namelijk 2 boeken te winnen. Niet mijn exemplaar, dat krijgt u niet. Maar wel deze 2 nieuwe boeken zijn te winnen voor degene die ook
bij benadering, want dat is het moeilijkste onderdeel. De laatste vraag is een zogenaamde shoot-out vraag. Dan moet je bij benadering iets beantwoorden. Dan meer keuzevraag krijgt die ook uitgelicht wordt op dit lichtscherm. Dat je een hand opsteekt. Het liefst de goede hand, want dan mag je door. Het is of de rechterhand of de linkerhand. En dat heeft dan weer met antwoord A of B te maken. Vervolgens heb ik wel iets pijnlijks te zeggen voor de mensen die het fout hebben. Die moeten weer gaan zitten en die moeten blijven zitten. Het is een korte quiz, dus vreest u niet. Nou, en bij de shootout vraag dan loop ik een beetje met een richtmicrofoon die daar ligt, waarmee ik net bijna geslagen ben, dacht ik. Loop ik de zaal in en dan ga ik wat vragen. We beginnen gewoon. Vraag 1. Ik hoop dat het te lezen is. Ik ga het voor de zekerheid. Fantastisch dat u allemaal mee wilt doen. Er staat ook veel op het spel. Deze maand leverde de omstreden gewezen leider van de Arabische Europese Liga, Diab Abu Jaya, een contract bij de bezige tekende. De schrijver, daar zie je al hoe het fout kan gaan. Die man die heeft dus net een contract ondertekend bij uitgeverij De Bezige Bij. En een drietal schrijvers dreigt hierover over te stappen naar een andere uitgeverij. Althans, ze hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen deze man. Een van hen was, en dan mag ik kiezen uit, ofwel Remco Kamper, dat is de linkerhand, ofwel Marcel Meuring, dat is de rechterhand. Als u voor Kamper bent in deze, dan is het links, anders Meuring rechts. Het is, dames en heren, Marcel Meuring. De rechterhand heeft gewonnen. We gaan door met vraag 2. Een verheugend aantal mensen blijft staan. De bejaarde bestsellerschrijver Hendrik Groen is opgespoord. Hij is gevonden. Deze week werd bekendgemaakt wie er achter dit pseudoniem schuil gaat. Is het, dames en heren, Peter de Smet of is het Karel Helder? Links is Peter de Smet en rechts is Karel Helder. Het is, dames en heren, links. 3. Die is wat moeilijker. Hoewel, is eigenlijk niet zo moeilijk. Momenteel draait in de bioscoop de film The Lady in the Van. Een waar gebeurd verhaal. We zien nu een fragment. You're not St. John, are you? St. John who? The disciple whom Jesus loved. No, the name's Benny. An educated woman and living in a van. And studying incognito at Paris. But what? What were you studying? Music. The pianoforte. Last year she was in Gloucester Avenue, now it's our turn. Were you planning on staying long? Mr. Bennett, the ideal would be off-street parking. We were just saying how great. Ik denk dat we het wel hebben, het fragment. Is degene gebaseerd op het gelijknamige boek van het autobiografisch gelijknamige boek, is dat Alan Bennett of is het Jonathan Coe? Dus links Bennett, rechts Coe. Het is Bennett. Het is een geweldige film. Ik heb net in een vliegtuig gezien. Laat dat een aanbeveling zijn. Vraag 4. Op vrijdag 15 april, 30 jaar geleden, een dag na Simone de Beauvoir, overleed Jean Genet. De schrijver werd behoed voor een levenslange gevangenisstraf. Hij was namelijk een dief. Door twee van de grootste Franse schrijvers. Welke schrijver buiten Jean-Paul Sartre spande zich hiervoor in? Was dat links André Gide, of was het rechts François Sagan? Het is, dames en heren, André Gide. Ik zie nog mensen staan, gelukkig. Vraag 5. Het lied Fool on the Hill van de Beatles is geïnspireerd door een boek. Om welk boek gaat het hier? We horen eerst het nummer even. And he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world. Dankjewel, heel mooi nummer hoor. Is het Grapes of Wrath van John Steinbeck of is het Tom Jones van Henry Fielding? Is het links? Dat is inderdaad een lastige. Is het, de man is berucht. Is het Steinbeck of is het Henry Fielding? Het is, dames en heren, Henry Fielding. Is iedereen nu gaan zitten? Ah, nog niet, gelukkig. Dan gaan we door met de laatste vraag. Dat is,
Zal ik hem toch even voorlezen voor de aardigheid? Ja, maar u heeft toch gewonnen. Dat gaat over Willem-Alexander, die zich doorgaans niet als een groot lezer manifesteert. Maar hij is ooit door een fotograaf, Vincent Metzel, is hij betrapt. Ik meen op zijn Leidse studentenadres met een boek van een Nederlandse schrijver in zijn handen. Dat was De Donkere Kamer van Damocles. Het magnum opus, kun je zeggen, van de schrijver die op Willem-Alexanders verjaardag, tragisch genoeg, overleed. Hoe oud werd Willem-Alexander die dag? Nou... Nee, hij werd 28. U heeft gewonnen. Alsjeblieft. Had u de boek al? Of zou ik hem voor u houden? Dat, had u nee, ik heb ze niet en ik ben er erg blij mee. Fantastisch. Dit was het antwoord dat we wilden horen. Geweldig, dames en heren, dat u bij de 276e aflevering wilde zijn van Literatuur Late Night. Ik wil allereerst de schrijvers bedanken, Alex Bogers en Marion Bloem. Ik wil ook u erop attent maken dat er van Boekhandel van Stokkamp een kraam achterin staat waarin de enorm besproken boeken gekocht kunnen worden. En ik wil u ook erop wijzen dat de schrijvers bereid zijn gevonden om daar hun handtekening in te zetten en een opdracht, vermits die niet al te gek is. Want soms gebeurt dat. Ik zie u graag bij een volgende keer terug. Dank u.